Jan, dan denk je dat je alles gehad hebt deze week en dan dit nog een keer. Ja, dat konden we er wel bij hebben. Het was niet de meest fantastische week die we het afgelopen jaar gehad hebben. Ik had het eerst afgelopen dinsdag niet aanzien komen. Nou ja, dat is te betreuren, is vervelend en naar. Maar ja, daar kun je verder weinig invloed meer op uitoefenen. Dat had geen zin meer. Hans was heel duidelijk in dat verhaal. En dat begreep ik trouwens ook volkomen. Nou ja, dan is het zaak aan ons om toch zo snel mogelijk dat elftal weer bij elkaar te krijgen. En ja, dan hoop je vandaag tegen de dijk in ieder geval op een beter resultaat als dat we vandaag gekregen hebben. Dus. Heb je Hans nog persoonlijk ook gesproken? Ja, zeker. Ja, nou ja, we hebben natuurlijk nog regelmatig contacten. Vandaar ook dat we gezegd hebben, joh, we gaan de boel niet op zijn kop gooien. We zijn eigenlijk met hetzelfde elftal gestart als vorige week de tweede helft. Daar waren we eigenlijk best tevreden over. Vandaag zag je de eerste helft, daar waren we dus niet zo tevreden over. Wat heeft Hans jou meegegeven? Nou ja, eigenlijk niks. In ieder geval van joh, maak het gewoon af. En verder eigenlijk niks. Hans en ik kennen elkaar door en door. Wij weten heel goed wat we aan elkaar hebben. Hij wenst ons en die jongens vandaag ook nog hartstikke veel succes. Ik weet heel zeker dat hij dat meent ook. En we hadden het graag anders gezien. Hans stapt dan op. Twijfel je dan zelf ook? Ja, dat heb ik gedaan, ja. Ik ben afgelopen dinsdag na de training ben ik naar hem toe geweest. En onder het genot van een bakje wijn even het verhaal bepraat. En toen zei hij ook al van joh, maak het af. Toen was ik er voor mezelf nog niet helemaal uit. Van ja, er zaten nog wel wat mitsen en maren aan voor mezelf. Dus ik heb woensdag contact gehad met bestuur. En dat was eigenlijk vrij vlot weer rechtgebreid. En toen heb ik maar gezegd van joh, die 5 wedstrijden die maken we af. Dus het gaat gewoon Linde erin houden, dat is de doelstelling nu voor jou en dan verlaat je de club? Weet ik niet, ik heb wel een doorlopend contract, ik ben er voor mezelf eigenlijk helemaal niet zo uit. Ik heb vorig jaar eigenlijk bewust een stapje teruggenomen door te zeggen van joh, heerlijk in mijn eigen dorpje, in de Luwte, samen met Hans wat we eigenlijk al jaren gedaan hadden. En ja, ik zat hier zelf totaal niet op te wachten en dat dat dan toch gebeurt is vervelend, maar... Het is wel het allerbelangrijkste om toch 111-talletje in die tweede divisie te houden. En daarna zien we weer een keer verder. Je hebt natuurlijk zelf ook een hoop ervaring als hoofdcoach. Is dit nou de moeilijkste wedstrijd die je ooit hebt moeten coachen? Ja, we hebben er wel een paar gehad. Maar ja, dit zijn wel lastige wedstrijden. Maar ik was eigenlijk hartstikke positief toen we hier het terrein op kwamen. En als je dan toch die doelpunten ziet vallen, dan denk je van joh, wat moeten we hiermee aan? Hoe reageerde de groep toen Hans bekendmaakte dat hij... Zo stoppen. Hoe krijg je het dan aan de praat? Nou ja, ze wilden hem in eerste instantie op een andere gedachte brengen. Nou ja, dat had geen zin. Nou ja, dan is het zaak om de boel toch een beetje rustig te proberen te houden. Gewoon je ding te doen. We hebben donderdagavond gewoon prima getraind. Niet dat het dat waard is hoor, maar we hebben prima getraind donderdag. In die groep was het eigenlijk best rustig en dat zag je vandaag ook. We zaten eigenlijk ook vol frisse moed, maar nogmaals, als je die doelpunten in de eerste helft ziet, dan... viel er weinig te coachen. Nee, want het ging echt om een conflict met de sponsoren. En de clubleiding had toch het volste vertrouwen in deze staf? Ja, nou ja, nogmaals. Ik vond het heel vervelend, maar ik begreep Hans wel in dit verhaal. Ik ken Sofie ook goed en ik heb gezien wat het met Sofie deed. Ja, dat vind ik vervelend en dat hoort gewoon niet bij een club als Linde thuis. Linde is een rustig clubje waar eigenlijk nooit geen herrie gemaakt wordt. Als je dan ziet wat er vorige week zaterdag gebeurd is, ja, ik denk dat hoort niet bij ons. Dus ja, daar baal ik ontzettend van. En wat gaat er nu gebeuren? Komt er nog een gesprek met die betrokken sponsoren? Nee, dat vraag ik me af. Dat was volgens mij 1 sponsor, een bestuurslid en een supporter. Dus dat waren geen sponsoren. Maar dan denk ik nog, jongens, we spelen voetbal. We lossen niet de situatie in Israël op. Het is gewoon een potje voetbal, niks meer en niks minder. En als je dan zo uit te moeten halen naar iemand die dolgraag bij Linde werkte, ja, dan begrijp ik er niks van. Had je hetzelfde gedaan als je Hans Kraaij was? Dat is een lastige. Ik zit karakterologisch iets anders in elkaar. Maar dat is een lastige, dat weet ik niet zeker. Ik denk het niet. Maar nogmaals, ik ken Hans. Hans is een emotionele kerel. En het had ook met zijn vrouw te maken. Dus dat begreep ik echt. En wat die mensen tegen mij roepen, dat zal me verder worst wezen. Maar ik begreep het wel, ja. Ja. Hans beloofde mij vorige week wel dat Linde zich ging handhaven. Kan je dat wel overnemen? Hij kan dat rustig beloven, maar dat wordt een stuk lastiger na die wedstrijd van vandaag. Dus
En dan kun je wel zeggen, we hebben het in eigen hand. We winnen al een tijdje niet meer. En het wordt toch zaak dat we het oprapen. En, nou, dat wordt volgende week al heel lastig tegen Kozakken Boys. Maar over het algemeen, de laatste jaren, winnen wij nog wel eens van Kozakken Boys. Dus ja, zeg nooit nooit. Er is hoop. Ja, zeker. Altijd.